Hoe kijk je terug op die afgelopen 4,5 jaar bij de club? Ik denk dat we een heel mooi parcours hebben gedaan. We hebben dat met de mensen op het veld gedaan, maar ook de mensen naast het veld. In het tweede jaar zijn we kunnen promoveren met slimme ideeën naast het veld. Dan zijn we terug beland in het professioneel circuit, en waar we onze plaats teruggevonden hebben. Waar Lierse stond voor het spijtige faillissement. Maar we staan helemaal terug op dezelfde hoogte. Met dezelfde supporters, met hetzelfde stadion, maar dan wel schuldenvrij. Tot u spreekt een tevreden voorzitter van het nieuwe Lierse. In mei 2018 opgestart, intussen een vaste waarde in de Challenger Pro League. Maar de Palieters komen van ver. Trainer Tom van Imschot arriveert in de zomer van 2020. Net 13e geëindigd in de eerste amateurklasse, maar met proflicentie mag Lierse naar de tweede klasse. Yep, let's go. Die is weg. Oranje over. Oranje jagen. En weg. Zwart jagen. Twee gelijk. Oké, even blazen. In principe was ik naar hier gekomen met de bedoeling, oké, we gaan proberen kampioen te spelen in die eerste amateur. Ja, dan gaat dat allemaal heel versneld. Op een bepaald moment stond hij met anderhalf been in tweede amateur zelfs. Hè. Dus op dat moment was het hier alles behalve roze geur en maneschijn. Ik denk de belangrijkste verwezenlijking is dat we stabiliteit hebben gekregen in die club. Kom op, gebruik eens die ruimte. Voilà. Lierse doet het met de meest Belgische kern in ons profvoetbal. Helemaal binnen de ambitieuze visie van de voorzitter, met jongens uit de eigen streek richting eerste klasse. Een kopie van het Spaanse Atletiek Bilbao. Ik zeg niet dat dat helemaal een kopie moet zijn, maar wat gebeurt er in het Belgisch voetbal? Dat is iets heel raar. Ik ben de enigste Belgische eigenaar nog van een voetbalclub in de 1B. Dat is toch een raar fenomeen, vind ik. En ik vind dat... Ik durf dat ook zeggen. Ik ben een trotse Belg, een trotse Vlaming. Ik vind dat onze mensen en onze medewerkers zeker niet minder zijn dan al die spelers die van buitenaf komen. Tegen dat groot geweld, van dat groot geld van buitenaf, moesten wij wel een iets vinden om ons eigen te profileren, om ons eigen een kans te geven. En dat ging niet met geld. Ja, dan moet je het op een andere manier doen. En daarmee hebben we ons die identiteit aangenomen om dat met België te doen. Met de gevolgen dat we nu in de linker kolom staan van het klassement. Met alleen maar Belgen, aangevuld met twee buitenlandse spelers die een meerwaarde brengen. Die visie is duidelijk en creëert ook veel sympathie. Alleen is de vraag tot hoeverre kan je dat volhouden? En is dat combineerbaar met de ambitie om terug naar 1A ooit te gaan? En wat is het antwoord daarop volgens u? Ja, ik denk als je die stap ook ooit wilt zetten, dat het budget toch op een of andere manier toch naar omhoog zal moeten gaan. Dat begrijp ik, dat hij daar zijn twijfels bij heeft. Ik heb dat misschien ook wel een stukje, wat dat echt wel zal lukken. Maar zoals ik al gezegd heb, moeten wij play-off 1 gaan spelen in de eerste klasse? Is daar deze club rijp voor? Ik denk dat niet. Ik denk ook niet dat dat de ambitie mag zijn van deze club. Ik denk dat het al heel knap is dat we Lierse in het professioneel circuit houden. Dat dat al heel belangrijk is. Er staan er nog 20 andere clubs te drummen om dat plekje. Wat ik eigenlijk dan hoop is dat we inderdaad af en toe een keer kunnen stijgen naar 1A. Dat we hier in een vernieuwd stadion zouden kunnen spelen voor 10.000 mensen gemiddeld. Zoals we ook gezien hebben tegen Anderlecht, tegen de beker, was hier 10.000 man. En dat heeft me wel overtuigd dat er heel wat potentieel nog zit in deze club. We leven niet meer in het jaar 1997 of we leven niet meer in de tijd van Maget Sammy die hier miljoenen in kon pompen en waarin de sky the limit was. Dat is helemaal niet meer zo. Dus we moeten altijd op een heel creatieve manier door hard te werken proberen successen te halen. Maar dat maakt natuurlijk wel dat uw vijver wel zeer beperkt is. Hè. Ik geef maar een voorbeeld. Hè. We hebben wel wat jongens van Leuven gehaald in het nabije verleden. Ja, die zeggen nu ook in Leuven. Ja, maar goed, we hebben hier ook een interessant project in Eerste Amateur waarin wij ook wel jongens willen zien doorgroeien. Dus onze vijver wordt alleen maar kleiner. De ooit geroemde jeugdwerking is dus van vitaal belang voor Lierse. Maar ook het kloppende hart uit de gouden jaren moest gereanimeerd. Ambulancier van dienst, een ronkende naam in het jeugdvoetbal. Moment kiezen, voilà. Controle en rebieden. Voilà. Ah,
Dirk Gijsselings begint in 2019 aan een werk van lange adem in zijn oude nest. Het vroegere Mekka van Lierse. Het meest bekende jeugdcentrum denk ik van België, nog altijd. En, ja, tot mijn verbazing stelde ik vast dat hier niks niet meer was. Dat was hier, we stonden in de netels te praten. De velden waren verloderd, de accommodatie was verloderd. Er waren geen jeugdspelers niet meer. Er waren allemaal externe clubs aan het trainen. Dus dat was eventjes een ontgoocheling dat ik dacht van verdorie, waar is het oude Lierse naartoe? Het was een slapende reus, zo heb ik het altijd genoemd. En het was heel intensief, misschien de meest intensieve jaren in mijn voetballoopbaan, om samen met een fantastisch team dat terug op te starten. Goed werken, hè? Goed trainen. Hè? Het logo, daar gaan we voor werken. Oké? Okay? Allee. Dag makker. Dag. Goed werken, Adam. Voor mij kunnen ze warm maken met het idee van kijk, we willen met jeugd werken in een eerste ploeg. Ik ben een jeugdmens. Ik sta al 20 jaar in het jeugdvoetbal. Dat is eigenlijk mijn bestaansreden in het voetbal. Luc van Tielo gelooft dat hij in eerste klasse kan spelen met een ploeg met 11 Belgen. Geloof je daarin? Absoluut. Absoluut. Als je ziet met het budget van Lierse waar dat wij nu staan. Als je ziet hoe dat die ploeg aan elkaar hangt, de kameraadschap. Het voor elkaar door het vuur willen gaan met allemaal Belgen. Mensen die dezelfde taal spreken, dan denk ik dat er heel veel kan. Ik denk niet dat de club met het meeste geld altijd van boven moet staan. De belichaming van Lierse 2.0 is Pieter de Schrijver, jong Belgisch en al sinds zijn 8e in de geel-zwarte kleuren. Dat voelt zeer goed. Dat geeft me ook wel een lichte druk qua voorbeeld voor de rest van de jeugd. Maar dat geeft wel het gevoel van dat Lierse zijn visie klopt. Want Lierse heeft gezegd van eigen jeugd eerst. En dat is wel mooi om te zien van ja, de mogelijkheid is hier bij Lierse om door te groeien naar de eerste ploeg en hier vast in de basis te kunnen staan. En als ik daar nogmaals ja, het voorbeeld van kan zijn, dat doet gewoon, ja, doet gewoon goed. Dat doet wat met de mens, dat is mooi. Ik ben echt een fan. Ik zat vroeger ook vaak in de tribunes. Ik vond het leuk om naar de match te gaan kijken. Met de ploeg, met vrienden. We moesten af en toe gaan flyeren. Ja, het was gewoon een heel leuke sfeer vroeger. Hou die preten, jongens. Volledig, hou die preten. Goed voortrekken. Niet op elke kennis voeten. De kaart van 2 meter is in een rol. Hou die lengte. 3. Ja. Jawel. Ja, ik denk dat je Pieter een beetje mocht plaatsen zoals wij de laatste 2,5 jaar hebben gedaan, ook in stijgende lijn. In het begin ook, toen ik er aankwam, dacht ik ook van poeh. Die heeft nog heel veel stappen te zetten, maar die is blijven doorzetten. Waar kan dat nu? Dat iemand zo die mogelijkheden krijgt, hè, zo door wel eens een fout te maken, maar om toch het vertrouwen te krijgen en daarin wel te groeien. Is Pieter het prototype van de jeugd? Is dat eigenlijk het vlaggenschip van onze jeugdwerking nu? Absoluut, omdat hij alles waar Lierse voor staat vertegenwoordigt. Dat is een droom als club om iemand als Pieter te hebben. Het is ook een droom als, van heel die familie, van waar Pieter komt. Dat zijn hele nuchtere mensen. Goede Kempenaars die erachter staan, hun voetjes op de grond. Dus ja, eigenlijk alles wat ik ook met Lierse wil uitstralen, heeft die familie. En Pieter etaleert dat op dat veld. Ik heb Lierse ook altijd zo gekend. Als wij vroeger met Anderlecht hier kwamen voetballen, dan wisten wij dat wij tegen 10 of 11 strijders gingen spelen. Dat wij niet even rustig vanuit de fauteuil zo wat konden van passen, want dan kwam die hier, ja, dan kwam die als een loser naar buiten. Lierse is een club met een heel grote reputatie in binnenland, maar ook in het buitenland. Als ik in Milaan zat en zo, Lierse kennen ze. Het klimaat dat je treft in Lierse is uniek. Dat heb ik zelden meegemaakt, dat heb ik nooit meegemaakt in de topclubs. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. Ik heb hier ook 10 jaar nog gewerkt, in de grote periode van Lierse. Dat gevoel is hier nog altijd. Je zei bij je voorstelling 2,5 jaar geleden, Lierse Campzone is een slapende reus die ik mee wil wakker maken. Hoezeer is die reus nu al ontwaakt, vind je? Die is toch lichtjes aan het recht krabbelen. Dus
Jawel, ik denk dat we daar eens serieus stappen hebben gezet als club. Er is achterban, er is een naam, er is een historie, er is een verleden. Die ploegen die gaan, schrijf je niet zomaar, alleen vallen niet zomaar weg. Ja, de naam doet ook heel veel en ook het list doet heel veel. Bijvoorbeeld als je spelers naar hier brengt, helpt dat enorm om die mensen of spelers te overtuigen om toch voor ons te kiezen. Waar staat Lierse over 5 jaar? Dat is geen makkelijke. Maar ja, ik blijf terugkomen op het budget. Hè. Doe je op deze manier verder, dan is dat leuk en gaat je plaats hebben in het profvoetbal. Kan je dat budget verhogen, dan kan je misschien binnen 5 jaar wel hoger staan. In en al. Daar ben ik bijna 100% zeker van dat ik met Lierse, als we zo blijven voortdoen met deze visie en hoe dat we nu bezig zijn, dat er in dit en 5 jaar toch wel een gigantische progressie gaat gemaakt worden. Als het aan mij ligt, nog in het professioneel Belgisch voetbal. Ergens tussen de 12e en 18e plaats. Eerste klas. Met 3 jeugdspelers. In de eerste ploeg. En zal u dan een tevreden man zijn? Absoluut. Ik wil daaraan meewerken. Ik wil terug het DNA van Lierse, van de leiding van de club, doorgeven aan de mensen die hier nu zijn. En wie kan mij nu zeggen, wat hebben jullie vandaag al voor de eerste keer meegenomen? Het zijn veel langere afstanden. En ik wil alles in gereedheid brengen, opdat dat op een bepaalde dag terug zal lukken. Dat is mijn enigste doel. Dag mannen, dag Sel. Mijn zus niet te veel plagen. Dag hè. Goeie toetsen hè. Besten op school hè.